MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Rico Zegers, een 3-1 nederlaag uiteindelijk bij Jong PSV. Hoe groot is de teleurstelling in de groep? Ja, wel groot. We waren net lekker bezig met een goede reeks. En we hadden wel allemaal het gevoel dat er meer in had gezeten. Dus, ja. Ja, want waar gaat het mis uiteindelijk? Ik denk dat we de wedstrijd vooral slecht begonnen. Want ja, tweede helft hadden we veel meer balbezit eigenlijk. Maar we kwamen ook niet echt tot kansen. Dus uiteindelijk, al met al, was het niet de beste wedstrijd. Nee, maar ondanks dat jullie niet tot heel veel kansen kwamen, hadden jullie wel de controle over de tweede helft, had ik het idee. Ja, dat was beter dan de eerste helft. Daar was ik wel meer scherp dan het begin. Maar uiteindelijk moet je wel tot kansen gaan komen dan. Ja. Ja. Heb je een verklaring ervoor? Hoe kan dat het vandaag een stuk minder is dan in eerdere weken? Ja, vooral ook slordig aan de bal. Misschien te weinig gevoetbald. Hmm. Ja, ja. Jij bent speler van PSV nog steeds, hè, officieel. Is het een bijzondere middag geweest voor jou? Ja, het was zeker een bijzondere middag. Want het zijn mijn ex-ploeggenoot eigenlijk. Hmm. Dus ja, ik ken iedereen hier. Dus het was wel een bijzondere wedstrijd. Ja. Ja, was je een extra teleurgesteld dat je niet mocht beginnen? Ja, dat wist ik van tevoren, want ik heb even eruit gelegen met een blessure. Maar uiteindelijk toch veel minuten gemaakt, gelukkig. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.